Ja, hier zijn we zo benieuwd. Wow, dit is ziek. Ik heb hem gekocht. Dat heb je niet. Ik heb hem gekocht. Kijk eens ook even wat hier staat. Deze kennen we denk ik allemaal wel. Goedemorgen allemaal en welkom bij mijn nieuwe vlog. Nee, hou me op. Het is geen goedemorgen. En alsnog wil ik zo de vlog beginnen. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meiden. Welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het is geen goedemorgen, want ik zit op de weg. Net vertrokken uit huis, 10:00 AM. En kijk eens, ik heb weer het motorstoringslampje. Oh, ik gaf net even een dikke poepgas. Gewoon vroom. En hij gaf weer de storing aan. Potverdorie. Ik dacht dat ik er vanaf was, maar helaas dus toch niet. In ieder geval, jongens en meiden, een hele goede morgen. Ik hoop dat jullie allemaal dus weer super veel zin hebben in deze nieuwe vlog vandaag. Ik ben op dit moment onderweg naar Rotterdam, omdat ik iets moet gaan ophalen. Ik had namelijk iets besteld voor aan de muur in huis. Maar dat was dus te laat bezorgd. Of tenminste, het is nog niet eens bezorgd. Dus ik dacht, ik cancel het wel en ik ga het wel gewoon ophalen. Want anders komt het niet op tijd namelijk. Het moet vandaag namelijk er zijn, want er gaat vandaag weer heel erg veel gebeuren in huis. Dus belangrijk. Laatst was Oscar van Greper Automotive, die was bij mij op bezoek. En die heeft toen mijn auto uitgelezen trouwens voor dus dit lampje wat je hier ziet. En die zei dus dat het iets met mijn tankklep te maken heeft. Dus het is niet een hele grote fout. Maar ik wil toch eventjes, of tenminste niet een hele grote storing, maar ik wil toch eigenlijk wat even laten checken. Dus ik heb hem gelijk weer geappt. En misschien dat ik toch maar deze week even langs kan bij hem, zodat hij het helemaal kan gaan verhelpen. Zou wat chill zijn. Dit is ook echt niet normaal, hè, jongens. Kijk, oh, ik pak de afslag. Echt gewoon als je Sint-Willebord uitrijdt richting dus, ja, Rotterdam, waar we heel vaak ingaan, heb je gewoon precies hier de Shell. Het is wel alsof het meant to be is. Echt alsof het meant to be is dat ik hier gewoon elke keer even lekker snel wat kan gaan halen binnen. Ja hoor. Speldbolletje carpaccio en we kunnen weer heerlijk door. Top. Oh, dat is lekker. Ja, daar zijn we, jongens. Mijn vertrouwde stadje. Mijn vertrouwde stadje, Rotterdam. Kijk eens. En we moeten even langs de Coolblue dus hier. Ik wilde weer dezelfde grap maken die ik altijd maak als ik hier ben. Van, waar zou de Coolblue zijn? Ik kan hem echt niet vinden, hoor. Ik kan hem echt niet vinden. Bam! Zo, ze gooien dat logo hier altijd zo groot op de voorkant. Kijk eens, bij alle winkels. Dat is wel handig hoor. Je kan het echt makkelijk vinden hier altijd. In Rotterdam, Alexandrium. Ja, en dit is waar het allemaal om draaide, jongens. Kijk eens, de Sonos Wall Mount Arc. Zodat die vandaag aan de muur gehangen kan worden. In het zwart staat er goed bij. Dus ja, hij zit hierin. Tussenstop 2, jongens. We zijn bij Greper Automotive. Zo, topservice, jongens. Ik krijg er straks ook gelijk een auto mee. En je ziet het al aan de sleutel. Check eens even. Dit is mooi. Maar kijk eens ook even wat hier staat. Deze kennen we denk ik allemaal wel. Tenminste, als je een beetje natuurlijk YouTube-kijker bent geweest de afgelopen jaren, dan heb je deze auto 100.000 keer voorbij zien komen. Super fijn trouwens dat ik gelijk een auto mee kreeg, maar dit is de Lambo van Don. Kijk hem eens even staan, hé. Och, het blijft ook echt een machine, hè. Wat een ding. Check even die binnenkant ook. Och, ik begrijp nog steeds niet helemaal dat hij hem weggedaan heeft. Maar ik denk dat heel veel mensen ook vraagtekens erbij hebben natuurlijk. Maar ja, superveel sowieso respect wat Don natuurlijk neergezet heeft de laatste jaren. Volgens mij is dit zelfs ook zijn RS7, als ik het goed zeg. Denk ik. Kijk, ja, Don heeft een aparte keuze gemaakt. Maar ik ben heel benieuwd waar zijn... Waar hij uiteindelijk naartoe gaat natuurlijk, wat hij gaat doen en alles. Maar misschien dat we daar ook nog wat over te horen krijgen. Ik ben daar ook benieuwd naar. Dit is, volgens mij was dit zijn daily driver. Goh, ook gaaf hoor. Mooie bak. Even kijken naar de binnenkant. Check. Ja, leuk. Even lachen om te zien. Ik had deze nog nooit dit echt gezien. Zijn Lambo wel natuurlijk. Echt, die groene kleur, die staat wel echt super dik erop. Ik moet zeggen, Lambo trekt mij nooit echt. Ik ben altijd Ferrari-fan geweest, maar ja, ik weet niet. Over deze auto kan je echt vrij weinig zeggen. Dit is zo'n bizarre machine. Ook want hij had er volgens mij een hele ander uitlaatsysteem onder gegooid. Het blijft wel echt ziek. Kijk jongens. Oh, top. Hey, dit is leuk. Het is echt goed dat je deze even meegeeft. Dus, ja, ik denk, probeer het maar. Ja, toch? Kijk jongens, de sport. Oh ja, de perfecte gezinswagen kunnen we dat eigenlijk ook wel noemen. Hij is nog niet schoon, hè? Dat weet je. Nee, dat maakt niet uit. Kijk, hij is inderdaad even niet schoongemaakt, maar dat boeit ook niet. Het is wel super fijn überhaupt dat ik deze even meekrijg. Dat is echt leuk. Ja, hey, deze auto komt aangereden en jij komt aangereden. Ja. Het is 1-1 over. Ja, precies, inderdaad. Even proberen, joh. Oh, welkom, welkom, welkom. Dit is leuk, jongens. Ja, die Oscar, hè. Dat is een topper. Die geeft gewoon even op een sport mee. Kijk, mijn auto, ja, die gaf dus inderdaad die motorstoring. Het heeft waarschijnlijk iets met mijn laadklep te maken, maar ze gaan hem even helemaal checken. En ik krijg deze auto dus mooi mee. Oh, jongens, wat een ruimte. Wat een ruimte. Ik rijd net vijf seconden bedoel ik. Ik rijd net weg bij Greper Automotive. Oh, wat leuk.
echt heel leuk. Dat ik eigenlijk... Kijk, ik heb natuurlijk al een testritje gemaakt in deze auto een tijdje geleden. Maar nu krijg ik dus gewoon echt even mee naar huis. Echt gewoon mee voor op de oprit. Even in rijden. Gewoon even lekker aanvoelen. Dat is wel echt perfect. Kijk, het is namelijk echt een grote kans dat dit de opvolger wordt, jongens, van de Panamera. Ook omdat het gewoon de perfecte gezinsauto is. Het is heerlijk ruim, lekker licht op beeld, panoramadak. Alles wat je nodig hebt, of tenminste alles wat ik wil in een auto, dat heeft deze nieuwe Sport gewoon. En oh, kijk, hij is nog niet helemaal vlogproof. Ik zie wel een beetje glijden, maar dat kan ik wel aan wennen. Je kan ook zo'n anti-slipmatje kopen natuurlijk. Nou, top. Dan kan ik eindelijk lekker naar huis. Ik roep het van de bergen, ik ben op zoek naar jou. Woe! Ik voeg je in de sterren. Het rijdt echt fantastisch hoor. Heerlijk. Ik kan echt niet wachten tot ik hem straks mooi op de oprit kan neerzetten. Super veel zin in. Die stoelen zitten ook zo goed. Ook die lekkere dikke kussens hier. Het is echt een hele comfortabele en natuurlijk hoge auto. Kijk, weet je wat ook leuk is? Dat heeft deze auto ook. Als je hier de spiegel hebt en dan doe je zo hoep, floep. En dan wordt het de camera. Zie je? Kan je goed zien dat er een vrachtwagen achter me rijdt. En dan hop, flop ik hem weer terug. En stoelmassage. Hoho. Daar komen we aan, jongens. Daar komen we aan. Thuis. Kijk, kijk, kijk. Lin staat al klaar. Ik heb dus haar helemaal niks verteld. Dus ik denk dat ze echt gaat denken wat de... Even kijken of we de gezicht op beeld kunnen krijgen. Ja. Ik heb hem gekocht. Ik heb hem gekocht. Dat heb je niet. Dat zou je echt nooit doen zonder mij erbij. En echt niet zonder overleg met je pa. Dat heb je niet. Ja? Nee, dat heb je niet. Je hebt dit gewoon mee waarschijnlijk omdat jouw auto gemaakt wordt. Kijk, jij snapt het. Hey, ik heb hier ook wat voor jou. Kijk eens. Alsjeblieft. Ja, thanks. Geniet ervan. Ja, kom snel weer naar binnen. Kun je even kijken wat gaande is. Yes, kijk jongens, er staat hier namelijk veel voor de deur. Er staat hier ook een ladder en alles. Aardig wat. Dus ik laat de auto hier even staan. Ik denk niet dat die in de weg staat hier. Lin zegt, zet je camera maar aan. Want? Wat is er dan? Oh, er ligt zo zo'n kat, of niet? Oh, hey, twee katten! Ja, Pookie en Donder. In de garderobekast. Yeah. Zo, Donder, Pookie zit echt helemaal... Yeah. Oh. Ja, dit voelt veilig natuurlijk voor je. Maar ik vind het wel lekker, want hij zat net helemaal te spinnen. Oh. Kijk eens even, jongens. Hij staat hier prachtig op de oprit. Maar, hé, hey, ja, dakkie op, meneer Letoy. Zo. Kijk je uit? Ik heb een helpie voor je, hè? Als je wil. Ik ben nog geen één keer mijn dak op gegaan, maar ze zijn dus bezig daar ook voor internetconnectie, jongens. Ik heb al een paar keer gezegd dat de vlog ook later online kwam, omdat het internet gewoon helemaal ruk was. Oh, wow. Wow, dit is ziek. Hé, hey, mag ik een handje even? Ik heb namelijk... Kijk, hem even lopen. Ik moet eigenlijk ook even kijken hoe ik weer afkom. Ja. Jij bent nog wel goed te been, toch? Jawel. Het is altijd eng, hè, ladder? Ja, hè? Wow, jongens, ik heb echt trauma's met ladders bij mijn vorige huis, want de tuinman is een keer gevallen. Oh ja. Die werd toen opgehaald door de ambulance. En de glazenwasser is ook een keer gevallen. Die werd toen opgehaald. Ja. En die had zijn hielbeen of hielbot gebroken. Dat zijn specialisten. Wij zijn maar een stelletje. Ja, maar die kon gewoon 9 maanden niet lopen. Zo, maar dit is wel even leuk. 100 zonnepanelen. Kijk, het is even liggen allemaal. Zo. We gaan eventjes naar de schotel. De Starlink schotel. Daar staat die, jongens. Ja, het is echt gek. De Starlink. Het is een schotel eigenlijk gewoon. Zo moet je... Ja, toch? Kijk, die is dus hier geïnstalleerd. Hij staat ook vast op een tegel, dus ik kan geen kant op. Natuurlijk is die waterdicht, maar dit zorgt er dus voor dat ik straks weer gewoon ook op tijd mijn vlog kan uploaden, jongens. Want het internet was echt dramatisch de laatste dagen. Als je daar staat, zie je ook nog een ander kastje. Oh, er staat nog iets? Even kijken. Oh, het oude kastje. Oh. Ja, dit, hier beneden zit de haard natuurlijk. Er is één gasleiding in dit huis en dat is dus de haard. Voor de rest is er geen gas of wat dan ook in het huis wat gebruikt wordt. Ah ja, dit is het oude kastje dan. Oké, okay. Lachen jongens. Nou ja, dit ding wat hier dus staat van Elon Musk, die gaat er dus voor zorgen dat het internet weer top is. Zo, mijn vader zegt net even wat. Inderdaad, als we dus een tweede verdieping nog erop zouden bouwen, hè, wat niet gaat gebeuren, tenminste voorlopig niet. Maar die plannen liggen er natuurlijk, ik heb het al eerder verteld, de vorige eigenaren hebben daar een heel bouwplan voor gemaakt. En er ligt een vergunning voor, die is al goedgekeurd zelfs. Maar dan zou dit dus, zo, dan heb je helemaal een ziek uitzicht. Je ziet wel veel meer nu ineens. Hè? Nog meer eigenlijk. Toch? Dan is... voor ouderen zorg, toch? Dat mama toch voor... Ja, dat je verzorgd bent daarboven. Daar hebben ze ook een naam voor, geloof ik. Wat? Ja, voor ouderen, ja. Nou, jullie zijn al lang niet aan ouderenzorg toe, hoor. Dus... We kunnen hier ooit... Ja, het is wel echt ziek. Maar dan zouden we dus ook, als dat zou gaan gebeuren, hè, dan zouden dus al die zonnepanelen die hier liggen, zouden dus weer eraf gehaald moeten worden. En dus weer opnieuw geplaatst moeten worden. Dus dat zou echt een klus zijn, denk ik. Ik denk voor die gasten die dat doen, die... Ja, dan is het misschien wel makkelijk. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet, kijk... Die draaien daar de hand niet voor om, hoor. Of jij, zou jij hoe zeggen dat? Ja, ik weet het niet. Het zijn echt 100 panelen natuurlijk. En het ligt hier allemaal...
Ja, goed op het dak. Maar dan kijk je wel echt helemaal mooi uit. Dan zie je echt de paarden daar staan in de verte. Helemaal mooi uit zo over de polder. Ja, en dan zou je hier dus wakker worden. Toch. Ja, dan, het was ook de bedoeling om dus inderdaad een terras te maken met jacuzzi. Dus dan zou je ook in de jacuzzi zitten. En dan zou je gewoon zo helemaal over het land kunnen uitkijken. Oh, holy shit. Zo te glad hier. Moet uitkijken. Als ik hier naar beneden val, ben ik morsdood. Kijk, nu zie je ook goed de jacuzzi daar. Mooi. Hé, hey, en dan een glijbaan. Vanaf hier zo, vloep, zo op. Het zwembad in. Is dat wat? Ja, toch? Ja, leuk om even te zien, jongens. Kijk, daarachter zie je dus al die maïsvelden ook liggen. Het is wel echt even een leuk beeld zo. Kijk uit alsjeblieft, hè. Niet ook je hielbeen breken of iets. Of, het zijn niet best. Als je ladder blijft staan, dan blijf ik ook. Ja. Het is dat die ladder wegglijdt, hè. Ja, dat gebeurde ook bij de tuinman. Ja. Bij de tuinman, of nee, bij de glazenwasser. Omdat het zeg maar net geregend had en had zijn ladder neergezet. Gleed de ladder dus weg. Dus een collega die hield dus eerst elke keer zijn ladder vast. Ja, ik kan zo de camera overnemen. En die was toen net echt 5 minuten van tevoren naar huis gegaan. Dus als die dat was gebleven, had het misschien niet gebeurd. Nou, laat me zien je skills. Het blijft altijd eng, hè? Ja, hè? Let op. Oh, kijk eens. Heb je dat de hele pak eraan gehad? De witte pak. Oh, het ziet er even helemaal anders uit hier. Kijk eens, jongens. Oh, oké. Jij gaat straks de taper aftrekken. Ja. Vanaf? Oh, hier. Oké, ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Het hele plafond is dus gespoten, jongens. Even kijken. Ja. Netjes hoor. Netjes. Helemaal niks gemorst gewoon. Kijk. Oh. Ja. Ja, daar gaat de tape ook te mooi af. Kijk eens. Geen kloddertje, niks. Nou, dat kan die wel. Hey. Ja. Lekker. Blijf leuk. Ja, zeker. Wat het dus nu gedaan is, het is allemaal helemaal mooi wit gemaakt. Dus ook hier. Oh, hè? Heb je nou zelfs de lampen eruit gehaald zelfs? Oh joh, kijk dan. Dat ook. En dat was dus echt nodig, omdat je dus allemaal van die lelijke plek had op de muur. Want waarschijnlijk het stukwerk of iets niet goed gedaan was. Dus vandaar, ja, dat moest Max allemaal opnieuw doen. En hierna kan je dus eindelijk de kleur erop gaan doen, toch? Ja, tenminste. Dan moeten we de latjes nog afkitten en dan donderdag met de kleur. Dan komt echt de kleur van de slaapkamer. Ja. Oeh, nice. Ja, dat gaat mooi worden, jongens. Dan gaan we eindelijk van die witte muren af. Het is natuurlijk nog allemaal een beetje ziekenhuiswit. Nee, het is niet lelijk, maar ja, jullie weten, we willen natuurlijk gewoon een leuk kleurtje hier in de slaapkamer. Dus vandaar. Beneden wordt dus geschilderd. Nou, hier wordt dus gewerkt aan nogmaals de camera's. Er komt hier dus zo'n scherm zoals we eigenlijk in Krimpen hadden, jongens. Dat we dus gewoon weer alle camera's kunnen zien. Hier. Wat? Scherm. Oh, ah, ja. Kijk eens, 27 inch monitor. Nou, dat is altijd een fijn gevoel, hè, als dat scherm er zit. Ja. Kijk, hier is ook een nieuw dingetje. Dit moet alleen nog eventjes mooi weggewerkt worden dan door Max waarschijnlijk. Maar dit wordt dan onze nieuwe intercom. Dit lijkt nu eigenlijk een beetje op een iPhone, jongens. Dus misschien iPhone 5. Ja, echt zo'n hele oude is het toch, inderdaad. Dat lijkt het op, ja. Kijk. Lopen hier zo ver achter de technologie, of? iPhone 5 wordt niet meer ondersteund, jongens. Nee. Wij hebben leuk nieuws. Of tenminste, leuk nieuws. We hebben natuurlijk gezegd, jongens, dat we beneden de gastenslaapkamer willen doen. Maar eigenlijk zijn we een beetje tot de conclusie gekomen dat een gastenslaapkamer... Oh, je hebt je belastingformulier openstaan, of niet? Oh, niet. Kijk, een gym... Nee, nu verklap ik het al. Een gastenverblijf is leuk, maar we zijn tot de conclusie gekomen, het heeft geen zin. Want hoe vaak blijft er dan iemand slapen? Dus we dachten, het is eigenlijk zonde dat we een hele kamer maken tot een verblijf voor iemand anders, terwijl er bijna nooit iemand slaapt. Nee. Dus, we zijn met het idee gekomen dat we misschien daarvan de... Home gym gaan maken. Ja, want deze meisjongens is natuurlijk echt een gymfanaat. Ja, je zou het nu niet zeggen, komt ook omdat ze zwanger is natuurlijk, maar daarvoor gymden ze heel erg veel. Hoeveel? 8 keer per week? Soms 8 keer per week, ja. Niet normaal. Ja, 2 keer per dag. Dan ging ik 's ochtends ging dan bijvoorbeeld hardlopen, 's avonds krachttraining doen. Ja, echt heftig. Ja. Echt, maar toen was het ongezond. Dat is ook echt de reden waardoor, toen ik jou leerde kennen, ben ik gelijk ook fatsoenlijker gaan doen. Want het was gewoon super ongezond. Klopt. Kijk, je wilt het niet meer zo die hard doen. Maar het is wel heel chill als we inderdaad een home gym hebben. Kan ik het ook meer oppakken? Want de enige reden waarom ik eigenlijk niet naar de gym wil gaan is omdat... Ik voel me bekeken. Klinkt misschien stom, ik vind het gewoon niet chill. Ik zie het ook altijd, de keren dat ik geweest ben, dan zitten gasten me toch stiekem te filmen of iets. Of... Het is voor jou sowieso ook niet fijn. En zelfs ik merkte het al toen wij iets kregen, dat ik me ook gewoon niet meer op mijn gemak voel. Nee. Dus in jouw geval al helemaal. Dus ik zit daar gewoon niet op te wachten, want daarom ga je niet naar een gym toe. Nee, dus ik wilde het eigenlijk in de tuin gaan doen. Ja. Toen dachten we, ja... Hoe zonde als je gewoon die camera daarvoor kan gaan. Precies, dus hoe wil je het er een beetje uit laten zien? Je had net een mooi plaatje. Oh, dan moet ik die even gaan zoeken. Oh, kijk.
We hadden eerst het idee om het daar bijvoorbeeld te laten bouwen, maar daar is sowieso zonde, want dan bouw je een huisje voor je uitzicht. Dus dat is het. Het zou sowieso geen plan zijn natuurlijk. Het zou het eerder dan eigenlijk aan die kant van de tuin zijn. Kijk, het was eigenlijk de bedoeling om het dan dus bijvoorbeeld, als ik hier de gordijnen open doe, hop, om het daar ergens te doen. Je hebt genoeg de ruimte en ja, het staat hier ook in je zicht, maar je kijkt voornamelijk toch die kant op en niet deze kant. Dus, oh, dat is lekker zo trouwens als dat zonnetje zo binnenvalt. Echt nice met die bank. Oeh. Ik ben benieuwd naar de kussentjes ook, die maakt het net nog wat meer comfy. Omdat je natuurlijk ook met de tegels zit, zoals dit, dat kan natuurlijk niet, dus dat zou zonde zijn. Ja, zoiets moet het uiteindelijk gaan worden. Dit? Ja, dit idee. En dan met zo'n rubberen vloer natuurlijk. Ja. En dan een selectie maken in apparaten. Die heb ik al gemaakt. Ja, jij bent er al helemaal mee bezig. Ja, ik ben er al helemaal mee bezig. Wow, wat was dit? Ga eens één keer terug naar boven. Komt dit er ook te staan? Nee, dat komt er niet te staan. Dat ben ik, zo sta ik jou toe te kijken. Nee, ja, dit is een showroom. Ja. Ah, het zou wel heel gaaf zijn inderdaad. Dus Lin is daar... Lin is echt lekker werk ervan aan het maken, jongens. Helemaal goed. Welkom. Ja, jongens, we gaan niet... misschien even een klein stukje gaan rijden. Oh, lekker het zonnetje zo. Oh, er is een aannemer bezig in huis. Want we hebben dus die lekkage in de kinderkamer. Daar zijn ze naar aan het kijken. Ze zijn voor de camera's bezig. Max is bezig met schilderen. Alarmen zijn ze ook nog geweest. Alarm zijn ze vandaag geweest. IT. Gewoon het internet zelf, apart weer. Echt heel erg veel, inderdaad. En ik moest ook nog eens... Hey, ja, ook nog een mooie leenauto meegekregen. Ja, ik... Wat zou je ervan vinden als dit de opvolger wordt? Van de Panameren? Ja... Ik vind het wel een hele mooie auto, absoluut. Maar jij was anti-Range Rover, hè? Nee, ik ben niet anti, nee zeker niet. Want ik moet uitkijken, anders krijg ik twee hele aardige mannen over me. Harold van de Range Rover dealer. Ja. Jij vindt de Cayenne mooier. Ik vind het een prachtig auto, ik kan er niks van zeggen. Maar ik ben gewoon van jongs af aan ben ik niet zo'n Range Rover. Je vindt het een kakauto? Nee, ook niet. Nee. Ja, ik vind jawel. Jij zei, daar rijden al die voetbalvrouwen in en zo. Dat had je gezegd. Ja, dat zijn niet mij hoor, toch? Dat is iemand anders. Oh, dat zijn mama dan? Dat denk ik. Ja, mama zei dat. Ik zou dan toch... Voor de Cayenne. Ja, dat denk ik. Maar ik kan niks fout zeggen van deze auto, denk ik, wil ik zeggen. Kijk jongens. Onze mini iPhone, hij werkt. Het lijkt echt een mini iPhone. Start talking. Hallo. Hallo? Oh, ja. Kijk. Hey. Kijk. Ja, ik kan zelfs inzoomen op jouw hoofd. Ja. En dat moet je maar niet doen. Nee, ik zoom wel uit inderdaad. Dat is beter. Kijk jongens, echt veel veranderd toch vandaag. Maar ook dingen zoals dit. Latoy staat er nu. Nou, het is nu echt van ons. Je stond namelijk nog de naam van de vorige eigenaar. Ja, het is beter. Ja, dus nu staat lekker onze eigen naam. Alles wordt nu overgezet. Allemaal gedaan. Dat voelt supergoed natuurlijk. Nou, jij weer bedankt. Ja, ik ga er even door. Manager. Ik ga er even door. Succes. Doei. De groeten. Doei. Heel veel kleine dingetjes. Tenminste kleine dingetjes, maar die wel heel belangrijk zijn, zijn dus vandaag gefixt. En als ik dan hier, kijk, de woonkamer inloop. Kijk dan. Dit eruit ziet, jongens. Oh, schatjes. Hey, vriendjes. Oh, jullie zijn echt vriendjes, hè? Ja. Zo cute, saampies. Heerlijk, hè? Nou, dat is toch top? Ze voelen zich echt al lekker thuis. Daar ben ik erg blij om, jongens. Ik maakte me echt een beetje zorgen. Ik was bang. Maar... Zo. Wat was dat? Oh, ik snap het al. We hebben de... Dit intercom ding, die staat al aan. Ja. Dat klonk alsof er een straaljager overging. Ja. Hoorde je dat? Ja. Zo. Wat? Dat is het geluid van de straat. Waarschijnlijk reden van een scooter langs of iets. Nou, lekker zit je zo. Hey. Heerlijk. We moeten echt gaan mailbezoppen binnenkort natuurlijk. We moeten echt een beetje tempen. Maar ik vind het wel leuk zo eruit zien en gezellig. Ik bedoel, ja, het is nog zo kaal als ik weet niet wat. Er hangen niks aan de muren. Maar het is wel al beter dan hoe het was. Ja, zeker. Deze stoelen, jongens. Kijk, ze staan een beetje kaal nu natuurlijk. Maar we moeten er echt nog even wat leuks van maken. Want nu zijn het echt twee van die dingen in een heel grote ruimte. Weet je wat alleen jammer is nu? Het is al bijna 5:30, dus alle winkels zijn dicht straks, jongens. Ah, alle winkels zijn dicht. Schat, we kunnen helaas niet meubels shoppen. We moeten echt even een goede dag ook meubels gaan shoppen. Laten we even een dag plannen. Ik moet zeggen, wij zien ook wel heel veel online, hè? Kijk, weet je wat gewoon echt ook zo ontiegelijk jammer is? Morgen kunnen we. Ja, morgen zou kunnen. Zoveel levertijden, of zo lange levertijden zitten er op zoveel meubels. Dat is echt een nadeel. Soms als je gewoon een side table wil bestellen, hè? Dus bijvoorbeeld, wat ik al zei... Dat je hier gewoon een side table wil hebben, de langs, kost 5 tot 7 weken levertijd. Ja, daar heb je toch helemaal geen zin in ook. Maar ja, dan moet er wel besteld worden. Oh, ik moet gewoon bijna in deze auto klimmen. Kijk, dan ze hebben zelfs Forged Carbon hier. Oh,
Netjes. Jij vindt het waarschijnlijk lelijk. Daar. Of ik niet? Wilde dus... Ja, zie je? Dat is echt super duur, hè? Maar ik wilde dat tegen jou zeggen en toen zei je nee, doe maar niet. Wat? Maar dat is wat ik een uur geleden al wilde zeggen. Je vindt dat niet mooi? Nee. Oh. Terwijl dat juist volgens mij echt super prijzig is altijd. Nee, het ziet er een beetje uit als... weet ook wel, dat is heel raar. Zeg maar. Sommige bowlingballen. Ja, vind je? Die hebben dat printje. Echt? Ja. Ja, ja, ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. Het lijkt een beetje bowlingbaan. Ja. Ja. Ja, het is toch wel heel prijzig gespeeld blijkbaar. Ja, dat zou best kunnen. Zo, zie je het voor je in deze. Kindje achterin. Ja, kleine niet. Jack. Ja. Hey Jackie. Jack. Hij zit wel lekker. Prachtig zo, het zonnetje op het huis. Ja, echt, je zit zo hoog. Dat ben ik echt niet meer gewend. Nee, dat snap ik. Met jouw auto is het een heel groot verschil. Ja. Lin is zo makkelijk over te halen. Ik zeg, zullen we heel veel van de krimpen rijden? Want kunnen we nog even wat spullen ophalen? Hè, weet je, elke dag. Nu hebben we ook een grote auto kunnen vullen kwijt natuurlijk. Wat zei ik toen? Nee, want ik moet nog koken. En om 8 uur hebben we de volgende afspraak. En ja, en toen zei ik, ja, we kunnen ook een pokeball in de stad gaan halen. Ja, en toen was ze over hoor. Als je Lin wil overhalen, hè? Of een frikandel of een pokeball. Ja, dat is echt twee grote contrasten. Nou, lekker pokeballetje halen in de jij stad. Ook dan? Misschien. Nou, we hebben tenminste wel lekker een ritje. Dan kan ik even aan deze auto wennen. We gaan lekker via het bospaardje, jongens. Muziekje op. Oh ja, ik zit helemaal lekker, hé. Ik zit echt heerlijk. Dat snap ik wel. Je zou ook, denk ik, gek zijn als je dit niet lekker vindt zitten. Kijk, en jongens, wat ik echt zeg, het belangrijkste straks vind ik gewoon, als onze kleine check er is, van veiligheid staat echt op nummer 1. En ik hoef niet per se een snelle auto te hebben, want ik twijfel dus echt tussen deze en de Cayenne. Maar de Cayenne is weer een stuk sportiever en sneller. Maar veiligheid staat echt op 1. Dus dan denk ik, ja, waar ga je dan voor? Nou ja, voor een snel heb je iets thuis staan wat heel snel is. Ja, dat sowieso ja. Natuurlijk. Zeker. Check ook al die verschillende standen. Golf, puls, duo, combinatie, rollend, omhoog, omlaag, bovenrug, onderrug. Mag ik eens die doen even? Wat is dat? Combinatie. Ja, succes. Ik voel niks. Je kan echt alles op dit ding, joh. Zo, hier ga ik de auto even aan de zijkant zetten. Dan kan jij mooi uitstappen. De vorige keer werd Linda lastig gevonden door een man op het bankje. Ja, die was heel vervelend. Als die dan nog één keer doet, ik zeg pomp hem! Kom! Kom! Oh, hij dacht dat ik tegen hem had. Ja, maar die deur staat open. Dat vind ik normaal. Mensen denken nou dat je tegen mij schreeuwt. Ja, inderdaad. Wacht even. Ben je geen zonnebril of zo? En dan moet ik er nog uit. Fuck you. Kusje. Als ik dit zou doen in het openbaar, maar joh, dan had ik echt problemen gehad. Er is niks, schatje. Love you. Oh nee, het leek net inderdaad alsof ik nu heel agressief was tegen haar. Nee, dat was ik niet hoor. Happy wife. Happy life. Yeah. Nice. Ja, happy ben ik wel. Oscar is ook echt een verkoper. Hij stuurde ook net. En kan ik de auto al overschrijven? Oftewel, wil je hem al kopen? Ja, ik snap waarom hij deze auto meegegeven heeft, hè? Blijft een auto verkopen. Nee, Oscar is top. Echt, ik waardeer het heel erg dat hij deze auto meegegeven heeft. En ik word er inderdaad wel echt een beetje verliefd op. Vlogtake over van Lin. Dat gaan we niet doen. Ja, wat heb je gehaald? Wat heb ik gehaald? Ja, een pokeball. Ja, ik kan het laten zien, maar ik vind dit dus altijd een beetje vies uitzien. Jij wel, niet? Wel leuk dat je een vlogtake over doet. Jongens, Lin gaat vloggen binnenkort. Haar kanaal komt eraan. Ik geef er een vlogles. Kijk, ze kan het heel goed vasthouden. Hier, haal maar vast met je rechterhand. Ja! Oeh. Vlog is. Dan voel ik het aan mijn bicep. Goedemorgen. Oké, nu opnieuw. Jezus, hoe begin je de vlog nu? Goedemorgen. Jezus, is dat het? Goedemorgen. Of zou ik... Nee, ja. Ja, goedemorgen. Daar zou ik het bij houden. Goedemorgen allemaal en welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik zit vandaag in de auto met mijn vriend Gio. Hi. Ja, hij wilde heel graag de vlog overnemen, maar ik zei, dat gaan we even niet doen. Ik ga eerst lekker mijn pokeball eten. Film ik dat zo? Wow, hey, het is bijna geloofwaardig, jongens. Hoor je dat? Kijk, gewoon een POV vanuit Lin. Gewoon eindelijk een keer dat Lin het doet. Oh, ik bedoel dit met POV. Ik zit al in die zak te filmen. De rollen zijn omgedraaid. Maar niet voor lang, want ik krijg kramp in mijn arm. Dankjewel. Goed gedaan. Even snel nog wat gehaald en kijk hem eens mooi staan zo. Onder het licht van de tankstation. Oeh, het is wel echt een zieke bak, hè. Even kijken, hoor. Zo. Poh. Nou, hey. Terug even beneden hier in de gang. Het bankje staat dus even tijdelijk hier. Had ik volgens mij nog helemaal niet laten zien. Maar het galmt wel minder hier nu.
Kijk, het is alleen echt vol met allemaal dingen die je eigenlijk niet horen. Weet je wat het erg is? Eigenlijk alles wat je nu hier in deze kamer ziet staan, hoort hier niet. Gewoon de tv. Ja, maar eigenlijk... Ook niet. Nee, die gaat hier eigenlijk ook weg. Zeg maar, alles wat nu hier staat, moet een keer naar een andere plek toe of weg. Nou jongens, wat is echt ontzettend leuk is, er komt straks iemand naar ons toe. En we hebben laatst namelijk een 6D-echo laten maken. Daar was natuurlijk dit het resultaat van. Ja, het moet dus echt super realistisch zijn. En dat kleine Jack daar dus ook echt op lijkt. Ik blijf het gewoon kleine Jack noemen, jongens. Het is gewoon even makkelijker, zodat ik het een naam kan geven in de vlog. Maar nu hebben we dus straks een echo gewoon thuis. Dus ik ben heel benieuwd. Ze gaat er waarschijnlijk ook aansluiten op de televisie. En dan kunnen we daar dus ook gewoon meekijken naar hoe het er dus uitziet op dit moment. Ah, we hadden dit nog nooit gezien. Alle drie. Oeh, lekker gapen, Poekie. Alle drie bij elkaar op het kleedje. Oh, en nummer 4 ook. Snisje, ga er ook even bij. Kom op, voor de gezelligheid. Ja, ja. Hallo. Ben je weer? Ja. Je hebt gelijk iets meegenomen. Ik heb wat meegenomen en dat is het echo-beeldje van jullie zoon. Ja, hier zijn we zo benieuwd naar. Zou ik hem hier op te Ik ben ook echt wel heel benieuwd inderdaad. Nou, komt ie? Oh, anticlimax. Ja, dacht je ziet hem gelijk al. Ja. Nee, dat is toch weer. Ja. Even pakken natuurlijk. Wacht, ik ga hem voorzichtig. Kan het breken ook? Alles kan breken. Alles kan kapot, kijk uit. Kijken? Oh, ik scheen er even een beetje licht op hoor. Inderdaad. En dit is dus op ware grootte geprint. Dus echt vanaf het moment van de echo. Toen was het hoofdje zo groot. Oh nee joh, dus echt het was... Het is echt ware grootte gewoon. Oh. Wow, wat dus dit formaat zat gewoon... Hoeveel weken geleden dat we bij je waren? 2,5 of zo? Zoiets. Ja. Dit zat toen dus gewoon in je buik. Ja, die dikke lippen. Lekker hè? Ja, die heeft hij voor jou. Ja, hij lag natuurlijk lekker met zijn kindertjes om. Ja. Schattig. Oh. Zo, maar de ware grootte is gek. Eigenlijk nog best klein, hè? Ja, ik vind het groot eigenlijk. Ja? Ja, als je het zo, ja, als je ziet hoe klein jouw buik is, dan lijkt dit wel weer groot. Ja, eigenlijk. En het lichaam is natuurlijk nog groter dan het hoofd. Ja. Ik vind het wel, heel schattig. Oh, je kan het ook echt neerzetten. Nou, leuk. Lijkt een mooie decoratie. Oh, zullen we die daar zetten? Op de kast? Ja. Goeie. Zo, nou jongens, kijk eens aan. Het apparaat waar de echo mee gedaan wordt, die staat hier. Jij gaat lekker op de bank liggen. Wat een luxe zo, hé. Ja, niet normaal, hè? Echt top dit. Ja. Kijk, er loopt dus een kabel hier, jongens. Die hebben we net even op de televisie aangesloten. Het is nu nog zwart beeld. Maar straks kunnen we dus het hierop zien hoe het er bij Lin... Oh, er gebeurde niks. Nee. Hoe het er bij Lin... Ja, van binnen is het, zeg maar. Van binnen. Ja, dat klinkt heel raar. Ik zat te zoeken naar de juiste woorden. Ja, sorry. Ik zat te zoeken naar de juiste woorden. Maar ik kwam er even niet op. Oké, dankjewel. Iedereen weet wat ik bedoel tenminste. Dus dat is belangrijk. Kijk eens, joh. Ik heb nog nooit zo groot zo'n echo ding gezien, jongens. Nou, dit gaat leuk worden. Jij ligt helemaal lekker? Ik lig goed. Ik heb hem nog nooit zo chill gezien, mijn echo ook. Nee, ik lig echt uitgestrekt heerlijk. Op de bank. Ik had net goed op bed kunnen gaan liggen alvast. Ja, inderdaad. Ja, lekker zo op de tv, jongens. Baby Jack was het, hè? Helemaal diep beneden zie ik dus hier al een hoofdje. Dus die ligt nog steeds naar beneden? Het kleintje ligt nog steeds beneden. En hier zien we wat streepjes. De haren? Dat zijn de haartjes. Yes. Zagen we die vakker ook? Ja. En dan draai ik mijn camera verder om. En dan zien we hier zijn neusje liggen, zijn lipjes getuit, een handje en een mooi armpje. Ik ga even naar de tv lopen. Ik zal er niet voor gaan staan. Oh, de 3D wordt op dit moment in werking gezet. De navelstreng zit dus nu een klein beetje blijkbaar voor zijn gezichtje. Dus ik hoop dat we zijn gezichtje wel goed kunnen zien. Dat zien we dus hier zo. Oh, ja. Maar hij was wakker, zei je? Ja, hij was wel een beetje wakker net, ja. Okay. Zo, in de auto, echt een half uur geleden, was hij heel erg wakker. Ja? Als hij nou met zijn hand even zo doet, zo, dan kan hij zo die navelstreng wegtrekken. En dan kunnen we hartstikke... Kijken of we het inderdaad beter kunnen zien dan. Ik zie een neusje. Ja, ik ook. Zo, maar inderdaad, Lin, die lippen. Echt dikke lippen, ja. Die je hier ziet. Dat zijn echt jouw lippen, hoor. Ja, ja, ik denk het ook. Jij hebt echt van die hele volle lippen, dus. Ja, en ook zo. Kijk bij dat echo-beeldje ook, dan zit hij ook zo, hè? Ja, en mijn lip is ook zo, een beetje naar onder gekregen. Lin kreeg vandaag nog de vraag of ze lipfillers heeft, terwijl ze het is gewoon... Hoeveel milliliter? Ja, helemaal niks. Nee. Ik moet steeds even een beetje naar de tv lopen, anders krijg ik het niet goed op beeld. Maar je ziet hem heerlijk hier zo met zijn neusje, lipjes. Kijk, staat hij ook onder Baby Jack, staat er. Kijk. Ja. Leuk. Het beeldje heeft hier even een mooie plek gekregen op de kast, jongens. Kijk dan hoe leuk. Echt die lipjes hieronder, die dikke lipjes. Ja,
Super schattig. Het neusje, de oogjes, de lipjes. Nou, de echo is voorbij, jongens. Maar hij heeft echt van die lekkere, dikke, dikke, bolle wangetjes. Echt zo'n bol babytoetje. Dat lekkere babyvet. Kan je zo straks lekker in knijpen. Zo. Ja, echt zo. Sorry, zo schattig om te zien. Ja, zo, ik denk dat heel veel van jullie zich afvragen van Gio, hoe zit het nou met de babykamer? Moeten jullie niet eens opschieten? Hè? Schiet er nou eens mee op, want over een aantal maanden bevalt Lin. Nou, kom maar even mee. Kijk, dit is dus nog steeds hoe het er nu uitziet, jongens. En... Die doet het niet. Oh, die doet het niet. Nee, die stroom is afgesloten. Oh ja, waarom is het weer afgesloten? Omdat er stroom is aangelegd. Oh ja, waarom is het? Kijk, hier is namelijk gefreesd in de muur, zie je? Hier. En er is stroom aangelegd voor het wolkje. Maar omdat we dus, ja, ik weet niet hoe je het kan zien. Zie je het goed zo? Ja, je kan het wel zien. Ja, door jouw flits zie je het slechter. Oh. Je verblindt het een beetje. Ja, okay, dit is nou, beter. De lekkage die je op de muur ziet, die is dus helaas nog steeds niet verholpen. De aannemer is vandaag langs geweest. Die weet ook, ze kunnen het niet met 100% zekerheid zeggen waar het dus door komt. En dat maakt het dus lastig. Maar wat we dus wel al gelukkig kunnen gaan doen is dit... Of tenminste, Max, dit de kleur gaan geven en natuurlijk het mooie behang met de dierenbehang als ze erin gaan plakken. Dus dat kan wel gebeuren. Maar in principe, gelukkig, kijk, we lopen natuurlijk wel eigenlijk een beetje achter op schema met de kinderkamer. Maar alsnog zijn we straks, als het goed is, gewoon ruim op tijd klaar. Kijk, iets wat ze dus nog niet zeker weten, maar wat het zou kunnen zijn, is dus dat er hier iets... Want hieronder zit precies die kamer, maar dat er hier iets doorlekt. Of het is dus, nou ja, die is al bijna uitgesloten. Iets hier tussen de tegels. Of het is hier iets langs de glaswanden. Dat er dus net echt een klein gaatje zit, waar dus het water doorheen loopt. Maar ja, dat is natuurlijk met het blote oog zo niet te zien. Want, ik bedoel, het is een lekkage die, zeg maar, het heeft nu keihard geregend ook de laatste dagen. En het is niet nu weer nat geworden. Dus het kan zijn misschien dat het, ja... Dat het toch wel al deels verholpen is of iets. Maar ja, dus dat wordt nog hier, zeg maar, uitgezocht. Kijk, dat is gewoon echt een tegenvaller. Eigenlijk echt gewoon een dikke domper. Want bijvoorbeeld, de kinderkamer had al gewoon af kunnen zijn. Het had al geverfd kunnen zijn. Het behang had er al op kunnen zitten. Maar dat ja, is dus helaas nog niet zover. Dus vandaar, dat loopt een beetje fout in de planning helaas. Maar daar kunnen wij nogmaals niks aan doen. Dat heb je nou eenmaal soms, hè? Kijk, met zo'n huis ook als dit natuurlijk. Je hebt zoveel kamers, zoveel dingen. Er is genoeg. Ik hoor een belletje boven. Wordt er aangebeld? Oké, was gewoon even iemand aan de deur, jongens. Maar oké, dan weten we ook gelijk weer hoe onze nieuwe ringtone klinkt. Want die hadden we nog niet gehoord van de bel. Kijk, dit moet ook nog even mooi netjes weggewerkt worden, die plekjes hier. Het is echt, het lijkt gewoon echt op een iPhone, dit ding. Het is echt gewoon een mini dingetje zo aan de muur. Maar het werkt goed. Mijn avonden bestaan echt gewoon lekker op mijn telefoon zitten. Het klinkt misschien heel stom. En kijken van, oké, wat is mooi voor een huis? Bijvoorbeeld dit. Let op. Dit is dus voor aan de muur. Check. Dit is ook art, zoals je kan zien. Dit is een schilderij wat ik dus dacht van, nou, het is misschien wel mooi om daar aan die muur te hangen. Maar ik vind het echt lastig. Het is ook zo moeilijk om een schilderij uit te kiezen, vind ik. Zoveel opties. Uren zoeken. Alles lijkt ook op elkaar. Het is echt niet normaal. Maar ja, ik vond deze bijvoorbeeld dan wel weer cool of iets. Ja, ik kom ook echt naar voren, zie je? Ik geef het op. Lin geeft het ook op. Het is zo lastig. Oké, weet je wat, jongens? Is er iemand, een kunstenaar? Connect ons. Connect ons even. We willen ook gewoon betalen, hè? Vergeet dat niet. Oh, de camera glijdt bijna van de bank. Maar ja, we willen gewoon echt iets moois voor aan de muur. Maar het is zo moeilijk om iets gewoon vanaf het internet te bestellen. En dan, ja, je weet nooit of het echt wat gaat worden. Nee, plus op die vraagstukken van gisteren zeiden mensen... Ja, je kan het gewoon door een kunstenaar laten maken. Alleen, wie? Ja, wie, inderdaad. En wie kan er ook snel, zeg maar? Wie zou bijvoorbeeld al gewoon volgende week kunnen om hier iets gaafs te maken? Dat, dus connect ons. Jongens, weet je wat ik heel veel zie staan, ook in de comments, tenminste? Dat reageren heel veel mensen van, waarom pakken jullie de vloer niet aan? Terwijl, ik heb natuurlijk de vloer toen aangepakt in Krimpen, maar daar was die echt zoveel donkerder. Ik denk, als je dat kan je goed vergelijken met... Nee, ja, eigenlijk staat hier geen goed vergelijkingsmateriaal. Ik wil zeggen, ja, eigenlijk wel. Kijk, dit is een stuk donkerder dan bijvoorbeeld de vloer hier. Dit was een beetje de vloer in Krimpen, en dit is het nu hier. En hier is de vloer echt prachtig. Is ook genoeg nieuw. Daar was hij al 20 jaar oud in Krimpen. Dus we gaan niks met de vloer doen. Dit staat gewoon perfect in de stijl van het huis. Ook hoe het allemaal, zeg maar, naar buiten doorloopt. Met een beetje die grijs tinten en alles. Dat zou echt zonde zijn
als we dan de vloer zouden aanpakken. Dus dat gaat niet gebeuren. Ik denk dat heel veel mensen ook wel begrijpen dat we dat niet gaan doen. Juist omdat het gewoon echt een prachtige vloer is, ook hier. Stel je voor dat je hem een andere kleur maakt. Dan klopt het allemaal ook niet meer met de badkamer bijvoorbeeld. Niet elk huis wordt zeg maar mooier van een visgraat of PVC vloer. Dat, ja, het staat vaak mooi, maar niet elk huis. Lieve mensen, dit was de vlog voor vandaag. Hopelijk vonden jullie de vlog leuk. Morgen om 5:30 komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Dus ik hoop jullie allemaal daar ook weer te zien. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Tot morgen en ik zeg later.